Voilà, dat zien we nu. De spelers staan klaar om het veld op te stappen. Vooraan de man met de bal is de scheidsrechter van deze avond. Arno Schepers zal deze match in goede banen leiden. Hij heeft ervaring in tweede amateur. Dus deze match tussen een ploeg uit Eerste Provinciale en een ploeg uit Eerste Nationaal zou normaal gezien geen probleem moeten zijn. Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de oud-voorzitter van STVV, die gisteren onverwacht is overleden. André Danvil, dat is die van de Schoenenzaak in Hasseltstad. Hè. Hij is ook voorzitter geweest vroeger van Sporting Hasselt en van STVV. Gaat Christian Bruls het rechtstreeks proberen of wordt het een ingestudeerd nummertje? Ook Stan van Dessel staat achter de bal. Stan van Dessel met de linkervoet of wordt het Christian Bruls met zijn rechter? Het wordt Bruls. Rechtstreeks op doel. En goed gepakt door de keeper. Voilà, hier zien we het nog eens, de vrije trap van Christian Bruls. Mooi over de muur. En een goede parade hoor van de keeper. Samen met Buijens, Hempensen en... Ondertussen mooie steekbal tot in de kleine baklijn. Kan Ito de bal bijhouden? Ja, eerste shot. En die gaat net naast, in corner. Mooie dribbelactie van Ito Tatsuya, een Japanner. Hier zien we de herhaling nog eens. Mooie beweging. En de trap. Wordt goed verdedigd. Flankverlegging hier naar Wolke Janssens terug. Die stand van Dessel aanspeelt. En terug naar Konaté. Toch wel een goed aanspeelpunt. Konaté. Mori Konaté. Speler bij STVV op het middenveld. En altijd rustig aan de bal. Altijd aanspeelbaar. En probeert het spel te verleggen naar beide flanken. Nu terug hier op de rechterflank. Wolke Janssens loopt diep en krijgt de bal van Stan van Dessel. Kan hij naar binnen snijden, speelt een boy aan. Is dit de 1-0? Nee. Wordt foutief afgestopt. Maar de fout is voor Zepperen Brustum. Een boy met de fout. Hier zien we het nog eens. Kan de bal net niet controleren. En nog een goede tikken last minute. Van de verdediger. Ligt hij daar op de grond? Het was Tim Christiaans die een boy nog net kon afstoppen. Dat is een strafschop, denk ik hoor. Is het toch een penalty? Ja, hij heeft een penalty foutief afgestopt dus. Het leek eerst alsof dat Christian Bruls de fout meekreeg, maar het was inderdaad foutief afgestopt. Een boy met de kans. Mooi in de linkerhoek geplaatst. Voorbij de keeper en het is 1-0 voor STVV. Strafschop goal van kapitein Ilombe Mboyo. Goed genomen penalty. Keeper zat in de juiste hoek, maar was goed in de hoek geplaatst door Mboyo. Die hier de wedstrijd opent. Hier zien we het nog eens. Korte aanloop en mooi geplaatst door bal terug bij STVV. Dat toch wel een beetje lijkt te versnellen. Steeds meer lopende mannen tussen de lijntjes om zo het blok van Zepperen Brustum uit elkaar te spelen. Mooie actie van Ito. Kan zijn snelheid gebruiken. Zit voor. En daar staat aan de tweede paal nummer 19. Stan van Dessel. En die scoort. Heel mooi aanval van Ito op de linkerflank. En zo staat het plots 0-2. Het blok heeft het elkaar gespeeld. Mooie actie van Kakache. Steekt door naar Ito. Kan zijn snelheid gebruiken. En zit daar aan de tweede paal. Stan van Dessel. Mooie aanval. Mooi afgerond. Door de Canaris. En inderdaad Stan van Dessel met een 0-2 in de 36e minuut. Ik weet niet wat ik van die man moet denken. Hè? Die heeft 2 jaar geleden hier een goed seizoen gemaakt. Oh, die stond altijd op de plaats waar moest gescoord worden. En heeft hem dan naar Tongeren gehaald. Maar daar heeft hij... Oh, ondertussen hier de 3-0 van Mboyo. Maar buitenspel. Buitenspel. Mooie voorzet, andermaal. Van wie was het? Op de linkerflank, we zien het niet goed. Maar we zien inderdaad Mboyo een metertje buitenspel staan. Toch mooi afgewerkt. Ideale kans om tegen te prikken. Rechtstreeks de bal op doel. En een goede save van Kenny Steppen. Wordt in corner getikt. De eerste corner voor Zepperen Brustum na 43 minuten. De eerste echt doelgevaar ook. Ja, eerste schot binnen het kader van de thuisploeg. Ruim over de muur, maar dan te centraal
We zullen zien wat dat brengt in de tweede helft. Binnen een klein 10 minuutjes zijn we jullie terug voor de start van de tweede helft. We gaan hier rusten in Zeppelin Brustum met 0-2 voor STVV. Mooie controle uit de lucht gehaald. Steek door. Mannetje vrij. Nummer 3. Voorlangs. Goede kans voor Coffrier. Hier gaan we het nog eens zien. Coffrier krijgt de bal in de 16. Is bezig. Ja. Goed uitgekomen door de keeper en schiet hem naast. Dank u. Voorzet met de linkervoet. Tweede paal. Ja, en daar is de goal. De aansluitingstreffer. Mooi goal, mooi gekopt. Ik weet niet goed wie het was, wie van de twee. Zo dadelijk gaan we het zien in de herhaling. Maar door het in ieder geval mooi boven zijn verdediging uit. Goed aangesneden vrije trap van Louis. En daar, welke nummer is het? 16. We zien het niet goed. Nog eens de herhaling. Bal wordt in de tweede zone gekopt. En dan mooi de onderkant van de lat. Ik denk Christiaans. Ja, met het nummer 15 denk ik. Ja, inderdaad, Tim Christiaans die zijn ploeg hier. De man die de penalty toen straks veroorzaakt, maakt dat nu goed, hè? Goede prestatie van de verdediger van Zeppelin Brustum. En hier is STVV. Dribbelen in de box, mannetje voorbij. En trappen, ja, mooie actie. Van het nummer 11, Filipov, de Oekraïner. Waar we net nog van zeiden, van dat er weinig in het spel was gekomen. Krijgt de bal in de box, één mannetje voorbij. Wordt even aangetrokken, twee man voorbij. En dan met zijn linkervoet, mooi beheerst afgewerkt naast de keeper. Ja, een steuker zagen we even aan de bal op de linkerflank. Is een van de vele jeugdspelers die deze winter is gepromoveerd van de U21 van STVV, de jeugdopleiding, naar de A-ploeg. En krijgt hij vandaag in de tweede helft zijn kans. Daar staat opeens een vrijstaande man. Ja, loopt hem mooi binnen, wandert net over. Jarne Steukers. 1-4. Met de 1-4. Mooie actie van de middenvelder. Mooie controle daar, keeper komt uit. En een mooie loop over het hoofd van de keeper. Verdediger probeert nog net uit doel te springen, maar kan er net niet bij. Mooi gecontroleerd binnengelegd. Goal van Jarne Steukers. 1-4 ondertussen voor STVV. Voilà, ook STVV heeft een paar mooie acties laten zien. Weliswaar met toch maar 3 trainingsdagen achter de rug. En veel nieuwe spelers. Is natuurlijk afwachten wat dat zij volgend seizoen ervan zullen afbrengen. Ik bedank mijn co-commentator Jos Kastermans voor de analyse. Ik bedank jullie thuis voor het kijken en het luisteren.